En leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Zoals je aan de titel hebt kunnen zien, heb ik weer een Action Shoplog voor jullie. Het was alweer een tijdje geleden dat ik naar de Action was geweest. En ik had weer wat spulletjes nodig, want er waren gewoon weer wat dingetjes op. Die ik gewoon eigenlijk standaard bij de Action haal. Dus ik dacht, dan ga ik naar de Action. En toen kwam ik met deze gevulde tas thuis. Dus als je benieuwd bent wat ik zoal gekocht heb, zou ik zeker zeggen, kijk even gezellig mee met deze video. De prijzen van de producten die zal ik in beeld laten verschijnen. Want ik heb het bonnetje gewoon. En ja, ik vind het altijd een beetje lastig om te gaan zoeken. Omdat alles altijd door elkaar staat. Dus laat ik het liever in beeld zien. Dat vind ik gewoon iets handiger. Ik kocht ook deze shopper trouwens. Want ik had wel een opvouwbaar tasje bij me. Maar daar gingen de spullen niet in passen. Want ik had toch iets meer nodig dan ik dacht. En allereerst kocht ik weer zaagsel. En dit is een standaard iets wat ik bij de Action koop. Voor mijn konijn uiteraard, want het hok moest weer verschoond worden. En ik had zaagsel nodig. En het scheelt gewoon zo veel geld als ik het bij de Action koop. Of in de supermarkt of de dierenwinkel. Dus ja, weer even zaagsel om mijn konijnenkooi te kunnen verschonen. Dan kocht ik deze mok. En dit is een koffiemok. En je had deze in verschillende soorten. Je had er ook een voor suiker. En je had er eentje voor thee. En ik heb deze dus genomen. Er staat op Let's Drink Coffee and Talk About Happy Things. Ik vond deze gewoon heel erg leuk. Ik ben dol op koffie. Ik drink graag koffie. En ik vond deze mok gewoon super leuk. Dus daarom heb ik hem gekocht. Hij zit niet in een papiertje. Dus hij zat los in de tas, dus ik ben heel blij dat het goed is gegaan. Dan kocht ik een peel-off masker. Een blackhead peel-off masker voor de normal skin. En ik heb natuurlijk ook al die andere set toen geprobeerd met een blackhead masker. Maar dit is dus een peel-off masker. En ik was benieuwd of deze misschien beter zou werken. Misschien wel weer leuk voor een video of iets. Ja, dat blackhead, dat blijft toch wel een beetje een ding. En deze kun je dus gewoon eraf peuteren als het goed is. Er zit een spateltje bij. Ja, het doosje zit nog dicht. Dus ik laat hem nu even dicht, zodat ik hem niet helemaal eruit hoef te halen. Maar ik ben wel benieuwd of deze misschien beter gaat werken als de andere set die ik ooit probeerde. Dan heb ik weer even de trekbandzakken gehaald met lavendelgeur. Dat is echt mijn favoriete afvalzakken, want ze ruiken gewoon heerlijk naar lavendel. En ja, deze heb ik al vaak laten zien. Deze die koop ik heel vaak. En die bevallen eigenlijk prima. Dus die haal ik altijd als ze bijna op zijn bij de Action. Dan kocht ik deze fotolijst. En ik was echt al heel erg lang op zoek naar deze fotolijst. Ze zouden hem in het zwart en in het wit hebben. En elke keer als ik bij de Action kwam, had ze alleen maar witte. En wit was gewoon niet zo mijn kleur. En toen ging ik vandaag toevallig weer een keer kijken. En toen zag ik dus dat ze ook witte hadden. Rode en een soort mintgroene kleur. Toen dacht ik, oké, rood vind ik ook wel heel erg leuk. Dus ik heb een rode genomen. En hier zitten dus lampjes aan die je aan kunt doen. Er moeten twee AAA batterijen in. Die zit er uiteraard niet bij. Je kunt hem neerzetten en ook ophangen. En ik ga deze bewaren voor als ik een nieuw huisje heb. Maar omdat ik er al zo lang naar op zoek was en hem nu zag, dacht ik, ik neem hem gewoon mee. Omdat ik hem gewoon super leuk vind. Dus ja, hier ben ik wel heel erg blij mee. Dan moest ik een body scrub hebben. De laatste tijd gebruikte ik de body scrub van het Kruidvat in een tube. Maar die kon ik de laatste tijd ook niet meer vinden bij het Kruidvat. Bij mij in de buurt. Dus toen keek ik bij de Action. En Action heeft ook body scrub. En dat is deze hele grote pot. Ik heb hem in de geur Cherry Blossom. En hier zit 1000 gram in. Het is echt een hele grote pot. Ik wil eigenlijk gewoon even ruiken hoe die ruikt. Oh, dit is echt heel lekker. Dit is wel een hele wat grovere body scrub, denk ik. En dat is op zich ook wel goed. Ik had normaal ook altijd potten met body scrub. Maar ja, toen de tijd ging, Action, die had het weer eventjes niet. En nu hadden ze dus weer. Die had ze in verschillende geuren.
Even kijken, staat er ook nog bij waar die, wat die zou doen? Nee. Hij bevat wel etherische olie, staat erop. Zoutkrub, kersenbloesem met zeemineralen en etherische olie. Verwijdert dode huidcellen en maakt de huid weer zijdezacht. Gebruiksaanwijzing, masseer de scrub op een vochtige huid en spoel af met warm water. Geschikt voor alle huidtypen, niet op het gezicht gebruiken. Dus, nou, ik ben heel erg benieuwd naar deze. Mijn huidige scrub die is bijna op, dan kan ik deze lekker gaan gebruiken. En als ik de geur zo ruik, word ik er al heel blij van. Dan had ik weer eventjes scheermesjes gehaald. En ik vind deze altijd wel heel fijn, want je hebt gewoon zo'n... Er gaat een kat de tas aanvallen. Je hebt gewoon zo'n houder, zeg maar. En dan zitten er scheermesjes bij. Hier zitten er 20 in. 21 zelfs. Ja, er zitten er 21 in. Want je hebt er hier ook eentje op. Dus je krijgt er gewoon extra. En deze die had ik al wel vaker gehad. Dus die vind ik gewoon heel erg fijn. Dus ja, dikke prima. Er zitten 'staat niet bij hoeveel laagjes erop zitten, zeg maar. Hoeveel van die... Oh, 3. Ja, 3 van die scheerkopjes heeft hij. 3 RVS-mesjes. Dus, nou ja, prima. Dan zag ik ook dat ze bikinilijn razors hadden. En dat zijn deze. Deze hebben aloe vera. En deze zijn dus gewoon heel handig voor de bikinilijn. Of ja, waar je net niet bij kan. En ik was wel benieuwd naar deze. Ik dacht, deze wil ik wel een keer proberen. Het zijn gewoon 3 hele schattige kleine mesjes met een handige grip, denk ik zo. En als laatste haalde ik ook even scheergel voor de sensitive skin. Want mijn scheergel was weer bijna op. Deze heeft ook aloe vera. Deze heb ik al vaker gehad en die is dikke prima. Dus ik dacht weer eventjes een nieuwe. Dan haalde ik even maandverband. Want hey, ik ben een vrouw en die dingen heb je soms gewoon nodig. Dus, Libresse maandverband. Ook haalde ik eventjes tandpasta. Dit is de Oral-B 3D White Luxe. Glans en glamour. En ik ben eigenlijk benieuwd hoe het eruit ziet. Ik wil gewoon even. Ik heb al vaker tandpasta gehad van Oral-B. En dit is de... Ja, ik vind altijd met dat 3D effect vind ik altijd wel fijn. Dat had deze. Ik zag deze staan. Ik dacht, nou, ziet er wel goed uit. Kan ik ook al zien wat voor kleur die heeft. Oh nee, hij zit nog dicht. Dus daar ga ik nog maar even niet naar kijken. Want mijn huidige tandpasta die begint al op te schieten. En dan heb ik liever gewoon eentje alweer staan, zeg maar, die ik... kan gebruiken. En deze zijn bij de Action zoveel goedkoper als in andere drogisterijen of supermarkten. Dus nou, eventjes die tanden staan. Dan ben ik toe aan de 3 laatste dingetjes. En dat is uiteraard beauty gerelateerd. Want hey, ik kan eigenlijk bijna nooit het make-up gedeelte overslaan bij de Action. Want ik ben altijd wel benieuwd of ze nog nieuwe producten hebben. En ik zag nu weer iets nieuws. En dat is een oogschaduwprimer. En ze hebben er 3. Ik heb ze ook alle 3 gehaald. Want ik ben er gewoon heel benieuwd naar. Allereerst hebben ze eentje. Die is voor Prime en Perfect. Het is gewoon deze. Het is van Miki. Als ik het goed zeg, ik ken dat merk nog niet. Het zijn tubetjes van 10 milliliter. Maar ik was hier heel benieuwd naar. Omdat ik dit dus nog nooit had gezien. Ja, als je niet bekend bent met oogschaduwbasis, dit breng je aan voordat je je oogschaduw aanbrengt. Want dat laat je oogschaduw wat langer op zijn plek zitten. En soms maakt het oogschaduw intenser, maar dat is puur wat voor oogschaduwbasis je hebt. Dat staat er dan vaak bij. Maar normaal gesproken houdt het gewoon je oogschaduw wat langer op zijn plek. En ik had dit nog nooit bij de Action gezien. Ik vond het wel heel erg leuk. Dit is de Prime & Perfect. Ik heb een doos in de kamer staan en mijn katten die zijn dus dol op dozen. Dus die zitten nu met die doos te spelen. Dus dat hoor je op de achtergrond. Dan heb ik ook de Hydrating Prime and Boost. Dat is een blauwe. Deze heeft gewoon een hydraterende formule. En ja,
Vooral denk ik als je een hele droge ogen hebt, oogleden, zou dit wel heel fijn zijn. Omdat hij gewoon gelijk ook de huid hydrateert. Dus die. En de laatste, dat is de Illuminating Prime and Highlight. Dat is deze, dat is de roze. Deze heeft een oplichtend effect. En ja, ze hebben eigenlijk allemaal hetzelfde doel om de oogschaduw langer te laten zitten. Alleen deze heeft dan een oplichtend effect. Die blauwe, die biedt verzorging of wat extra hydratatie. Ja, en die witte, dat is gewoon een basis. Oogschaduw primer, zeg maar, die je heel vaak ziet. Die de meeste merken wil hebben. Dus deze drie, ik ben heel erg benieuwd. Daarna die ga ik lekker testen en er komt wel weer een reviewtje van. Dan waren dit alweer alle spulletjes die ik kocht bij de Action. Ik vond het leuk om weer even bij de Action geweest te zijn, omdat ik er een tijdje niet geweest was. En ja, ik kan weer eventjes vooruit met de spulletjes die ik heb gekocht. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal en wil je op de hoogte blijven van mijn nieuwste video's, kun je natuurlijk altijd gratis abonneren. Druk ook even op het belletje, want dan krijg je gelijk een melding zodra er een video van mij online komt. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken en ik zie je graag weer bij een volgende video. Doeg!